De Belgische wielrenner Wouter Weiland is overleden na een zware val in de Ronde van Italië. Dat gebeurde in de afdaling van de Passo del Bocco. De renner zou op slag dood zijn geweest, dat zegt tenminste de dokter van zijn ploeg, Leopard Trek. Er werd nog hartmassage toegepast en Wouter Weiland werd nog overgevlogen naar een ziekenhuis in de buurt, maar dat kon allemaal niet meer baten. Hij was pas 26 jaar. Goedenavond. Het overlijden van Wouter Weiland heeft het peloton met verstomming geslagen. Het ongeluk gebeurde precies 1 jaar nadat Weiland in Middelburg een rit won in de Ronde van Italië. Dit is Wouter Weiland exact 1 jaar geleden. In Middelburg haalt hij zijn belangrijkste profzege. In de Ronde van Italië de koers die hem vandaag fataal is geworden. In de afzink van de Passo del Bocco, een afdaling van zo'n 5 kilometer met linkerbochten, gaat Wouter Weiland zwaar tegen de vlakte. Hij raakte een muurtje met zijn pedaal en schoof 20 meter over het asfalt. Het is meteen duidelijk dat de situatie ernstig is. Dokters zijn er snel bij en ze proberen de renner weer bij te brengen met een hartdefibrillator. Maar naar verluid reageert hij daar niet meer op. Weiland is met een helikopter overgebracht naar het nabijgelegen ziekenhuis, maar daar konden artsen alleen maar zijn overlijden vaststellen. In de wedstrijd verspreidde het onheilsnieuws zich snel, waardoor het peloton vaart minderde. De Italiaan Vizioso wint uiteindelijk de etappe. Het peloton spurt amper voor de punten. Deze derde rit in de Ronde van Italië zal voor altijd overschaduwd blijven door het overlijden van een van de meest talentrijke Belgische renners van zijn generatie, Wouter Weiland. Hij werd 26 jaar, in september zou hij vader worden.